Superpentjes in Berik, Super Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario 4. Deze aflevering gaan we Rainbow Ride rood poepen ding. En dat is heel moeilijk en ik ga dood. Sowieso. Hoi, Steven Strook, we hebben 5 likes gehaald. Hoop ik. Ja, we gaan ervan uit. We zijn heel ijdel, weet je. Ik heb 22.000 abonnees. En je kan best wel zeggen dat ik heel erg van mezelf hou. Dus ik denk dat we die 5 likes wel hebben, ja. Wat hij zegt. Ja. En Steven heeft een grote pik. Yes. Dus abonneer op mij als je vindt dat ik een grote pik heb. En als je dat niet vindt, dan abonneer je ook. Abonneer je ook en dan leg je in de comments uit waarom je dat niet vindt. Dit level is trouwens zo chill op de DS om te doen als je Luigi bent. Luigi is sowieso fucking chill op de DS, moet ik zeggen. Ik ga sowieso graag worden door het vuur trouwens. Hoezo is Luigi chill? Kut! Ik had gewoon eraf moeten springen en er weer op, maar nee hoor. Gaan we lekker stubborn. Hij gooide hem ook bijna er vanaf. Zo gigantisch koppig. Ik dacht, weet je, blijf gewoon staan. Ik hoop dat het lukt, dat is leuk. Het ook even een heel rare bek. Let's go! Jij zegt het, Mario. Steven, je moet toegeven, vorige aflevering, het ging best nog wel smooth. Ik heb toch nog even 4-5 sterretjes kunnen pakken. 4 sterretjes, goed genoeg. 3. 4. 2. Sowieso 4. Je wist je... Kijk of ik niet dood ga. Oh, ik dacht dat ik dat wou redden. Maar je kan dit halve level op een of andere manier overslaan, hè? Echt? Ja, ik weet niet hoe het zat, maar als je vanaf het beginplateau ergens longjumpte, kon je... Ja, ik denk dat ik al weet wat, waar ik net dood ging, zeg maar. Maar ik ga het niet proberen, want dan verlies ik weer een leven en dan heb ik er nog één. Ah joh, boeien, YOLO. Ja, YOLO is zelf motto vaak, dat is waar. YOLO waterpolo. Is dat longjump waar, denk je, Stefan? Ik ga het proberen. Kom op. Push your luck, man. Dat is gelukt! Het is gelukt, Stefan! Wat had je dan verwacht? Dat het fout ging. Wat een vertrouwen in jezelf, Rick. Ik weet dat jij dit kan, man. Nou wordt het iets moeilijker, denk ik. Het is alleen maar makkelijker nu. Moeilijk, dat kennen wij hier niet, Rick. Bij Serpent Gameplay, of zoiets. Wij kennen wel minder makkelijk, maar moeilijk, nee. Maar nu val ik er natuurlijk vanaf, of niet? Ik zie niks! Oké, is hier een ster aan het einde? Dat is een beetje de vraag, want ik ben nu heel leuk aan het lopen, maar waarom? Voor een ster. Echt waar? Ja. Oké, dat hoop ik maar voor je, Stefan. Klopt. Maar deze dingen gaan eraf vallen, zeker, of niet? Ja, die dingen gaan eraf vallen. En dan moet je dus een beetje snel zijn, hè? Oké, waar ben ik nu? Wat doe ik? Oké, dit is wel een heel lang parcours voor een ster, moet ik zeggen, Stefan. Gast, je bent net 2 seconden bezig. Weet je, de kans dat ik hier ergens een fout maak is gigantisch groot, dat weet je, hè? Ja, maar Rick, je kan dit. Rick, ik geloof in je. Ik niet. Have a little faith. Hey. Oh, nee! Ik viel naar beneden. Er zit hier wel een ster in, Steven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nou, er zit een leven in. Goed genoeg. Nee, kom hier! Nee! Kom hier! Kutting! Ik geloof dat daar ook een ster te halen is, die kant op. Nou, oké, dat is niet waar. Dan moet je gewoon weer mee omhoog. Oké, ook goed. Rick, ik volg je niet. Ik ben echt te dronken. Op de DS is alles beter. Dan kun je Luigi zijn. Luigi kan zo'n hele chillen jumpen, dan draai je zo'n mooi rondjes. Ga je toch lekker niet op de DS spelen? Doe je, Rick. Ja, maar dan zijn de graphics op YouTube niet zo kut. Nee, nou zijn ze heel mooi. Ja. Het is sowieso beter dan DS, want DS is ook het geluid is niet tenminste nog een beetje nice. En als het niet pixelig is dit ofzo. En bij de Nintendo 64 accepteren mensen dat, hè? Oh, het is een Nintendo 64, maar bij de DS... Oh my god, Rick, waarom zitten allemaal dode pixels bij die DS-emulators? Een kut dingetje, zo. Dan moet je moet je de goede emulator van de DS... Nee! Ik heb het echt helemaal gehad met dit level, nu al, Stefan. Weer helemaal niet één. Serieus, Rick, als ik nu bij je was geweest, dan had ik het overgenomen en had ik het level in één keer voor je gehad, man. En aan het piemel gezeten. Dat kan ik niet beloven. Waarschijnlijk wel. Je doet geen valse beloftes, zeg maar. Je bent een man van je woord, Stefan. Daar hou ik van. Daarom hou ik van je. Hé, ik kan ons ook wel even zaterdag naar Schagen komen. Dan kunnen we samen wat gamen of zo. Ja, toch. Morgen is zaterdag. Ik had iets op zaterdag. Oh ja, ik ging naar mijn vriendin toe. Ah joh, kom maar langs. Dan gaan we een logeerpartijtje houden en zo.
Ik denk dat het gamen met Steven wel boven mijn vriendin gaat eigenlijk. Ja? Tuurlijk. Nee, gelukkig heb je je prioriteiten goed verdeeld, man. Ik bedoel, Steven is tenminste geen meisje. Pff, meisjes zijn stom. Meisjes stinken en hebben vlooien en zo. Heel veel vlooien, bakken. Dat is van, hoe heet dat programma ook weer? Dexter. Echt waar? Ah, verdomme! Ja. Ik heb echt geen zin, ik heb echt de neiging om gewoon wat level af te springen. We kappen ermee, Steven, van leuk meer. Ik kan je steeds die kut makkelijke jumps missen. Want alle kamerhoeken eet zijn en het hele spel is gewoon kut. Nou! Ja, je bent echt een kutmoep. Nou ben ik... Oh, wie heeft er gewonnen van jou, Shy Guy? Nou hè, nou dan, wie is er nou stoer? Oké, jij bent stoer, aan de kant. Nee, ga weg, Shy Guy. Je bent stoer, geloof je al. En zie je dat ding daar, met die rode muntjes? Daar ben ik goed in, daar kan ik. Hier, dat daar, Stefan, daar wil ik heen. Daar zo. Dat kan in, daar kan ik een ster halen. Oké. Alleen daar kan ik een ster halen, voor de rest kan ik niks. Ah, oh, Rick, doe je best aan. Nee, sorry. Sorry, dat niet. Nou ga je te ver, Stefan, zeg dat ik mijn best moet doen en shit. Sorry man, dat gaat per ongeluk. Mensen, abonneren op Stefan als je hem niet leuk vindt. Want hij heeft echt een hekel aan zijn abonnees. Vind je Stefan wel leuk? Abonneer dan ook. Oh kut, dit is kut. Ja! Ik heb hem. Ik heb geen idee hoe ver we nog moeten, maar het zal wel ver zijn. Oh, daar kan ik heen, maar dan moet ik via die piramides. Die zijn kut hoor. Is daar ook een ster? Oh, daar is ook een ster, daar zijn we bijna, Stefan. Ja, goed zo. Maar hij ook klinkt trouwens alsof hij aan het bevallen is. Oh, ik ben trouwens bijna dood, dat is niet zo handig. Rick, je kan dit, ik geloof in je. My almost death is not so handy. Handyman. Candyman. 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 Sweet like sunshine. Rick, hou je bek eens. Ik wil je wat leuks pornografisch gerelateerd vertellen. Oké, vertel, ben benieuwd. Handyman was vroeger een filmserie op Kanaal Plus. En dat was altijd pas na 12 en dat wou ik altijd zien, want het waren al echt 25 delen of zo. En toen ging ik een keer kijken. En toen ging het over een klusjesman. Dat Handyman. Alleen die klusjesman die kluste iets meer bij dan ik dacht. Stefan, moet je zien, we hebben een serieuze ster gehaald. Woe! Kom op, hoe lang zijn we bezig? Teamwork! Hoe lang zijn we bezig, Rick? 8 minuten bijna. Nice. Ik ben tenminste blij dat ik al 1 ster heb gehaald in deze wereld, dus ik ben blij voor je, man. Trouwens, mensen gaan iets toedoen van oh, maar 4-6-DS heb ik zelf gestegen. Ik heb er 112! Ik heb er 120. Geloof je niet? Echt waar, moet ik een screenshot sturen? Ja. Ga ik straks doen. Oké. Jij hebt pas jeans gebruikt. Nee. Ik ging ook een keer met de fly hack en dan ging ik gewoon alle sterren halen. Voelde ik me heel stoer. Straks trouwens nog steeds niet allemaal, want ik kon niet alle secret sterren vinden. We hadden trouwens weer onderlangs kunnen gaan en aan de andere kant, want daar is weer een ster, maar die is moeilijk, kan ik me herinneren van de DS. Dus we gaan gewoon even zo. Dan zie je dat, oh dat is kut, dat de pijt gaat op een tijdje na een tijdje weg, zie je dat? Verdomme. Nou dat ding, nee kut! Dat ding dat gaat knipperen als je er te lang af bent, dat is heel irritant. Oh, vanaf hier kun je naar die rode muntjes toe, dat is chill, dan kan ik een tweede ster halen. Ik ga hard, Stefan. En deze dingen draaien fucking hard. Op de DS is veel makkelijker. Op de DS zijn zelfs 150 sterren. Ja, klopt, dat is waar. Dan heb ik er 150. Ja. Echt waar. Ik ga een ruwe prijs sturen. Stond. Oh! Dat ding redde mijn leven, Stefan. Dit is tenminste een hele chille ster, want je kan amper doodgaan hier. Hier, kijk maar op Skype, dan kan je het plaatje zien. Is een plaatje van je penis? Nee. Misschien. Oké, misschien heb ik mijn piemel wel op het DS-scherm gelegd. Dat is serieus gewoon een... Je penis, zo'n slappe penis op je DS. Dat zou best raar zijn. En dan wijst die naar de sterren, weet je wel. Oh god. Oh, een bommetje. Hallo daar meneer. Er ligt hier als goed is beneden ook al een rood muntje, kan ik me herinneren. Moet je niet door laten misleiden. Oké, er ligt hier beneden geen rood muntje. Nou, ligt er beneden. Oké, toch niet. Dan kan ik denk maar op met een triple jump. Oh, Stefan, vertel eens nog eens wat, jongen. Het is echt stil. Even kijken.
In het kader van de gênante verhalen of wat wil je? Ja, doe verzin wat leuks joh. Even je uit. Even denken. Nou, ik weet niks man. Echt niks? Ik weet niet nog wat leuks voor de fans. Nee, sorry, ik haat mijn fans. Ja, ik ook. Ik had ook geen fans. Iemand vond een keer dat ik egoïstisch was ofzo, omdat ik ze fans noemde, niet kijkers. Ja, helemaal mee eens. Het is misschien niet per se egoïstisch, maar misschien een beetje uit de hoogte. Ik hou gewoon heel erg van mezelf. Ik ook. En dat mag ik weten van mezelf, weet je wel. Oh, was ik maar jou. Dat denk ik ook iedere dag en dan denk ik, oh wacht, dat ben ik ook. En dan ben ik gelukkig. Kom op, Ricky. Hoppatee, ja. Ja hoor, ja hoor. Heb je weer een muntje? Heb je er weer eentje? Oké, daar is er nog een, Stevie. Misschien moet ik even longjumpen. Ik heb een goede toekomst met longjumps. Maar dat is geen longjump. That ain't no longjump, Mario. Oh, Rick. Oh, Stefan. Je bent de grootste Mario-speler die ik ken. En ik heb meer abonnees, vergeet dat niet. dit plan van Mr. Klein om een longjump op te maken, man. Dit één working. Het gaat niet om de abonnees, man. Het gaat allemaal om de abonnees. En buiten dat, ik weet tenminste hoe ik een longjump moet maken. Wat? Ik weet tenminste hoe ik een longjump moet maken. Ik ook soms. Zie je dat? Hè? Wat zeg je me daarvan? Ik zie nog niks, man. Nou, dat is in ieder geval een hele mooie longjump. Ik moet nog één muntje, alleen ik weet niet waar die ligt. Jawel, naar rechts. Oh, die ligt waarschijnlijk al. Nee! Niet? Ik had ze allebei daar, mooi in het zicht, alleen toen ging het iets minder. Wat de fuck gebeurt er nu? Ik voel me genaaid. Ik voel me genomen. Heet lekker. Is het ook. Het gaat er niet echt worden, Stefan. Misschien dat ik gewoon vanaf hier een backflip maak ofzo. Nee. Nog een keer. Maar wat moet ik anders doen? Moet ik weer een stuk opnieuw zeker? Ja. Kut met ijsjes. Kan je niet walljumpen tegen die bovenste rand aan? Ja, maar als ik iets niet kan is het walljumpen. Maar ik ken het, dan spring ik gewoon verder en dan ga ik dood. Je weet dat het waar is. Ja. Maar probeer het maar, man. Je kan niet zo walljumpen, toch? Je kan niet vanuit een backflip walljumpen. Nee. Dit is sowieso doodgaan, Stefan. Geeft niet. Jawel, het geeft wel. Oh. Daar ging ik al bijna. Kom op, Rick. Ja, daar gaan we weer. Helemaal geen zin in dit, Stefan. We gaan lekker omlopen. Op de DS, hè. Als je Luigi bent, is het allemaal zo fucking makkelijk. Waarom? Omdat Luigi kan die backflip. En als je met Luigi een backflip doet, dan gaat hij zo draaien. Zo'n tolletje. En dat is heel handig. En nu moet ik weer zo helemaal naar beneden, omdat ik hier ben. Of ja, misschien een triple jump. Ik ga niet echt tegen zo'n muur aan, natuurlijk. Ja, godverdomme, zeg. Godverdomme. Goed, hè? Ik wil echt niet meer. Ik heb nog geen zin meer in dit spel. Ik ga het zo lekker uitspelen. Helemaal gehad. Helemaal klaar mee, Stefan. Oh, daar ligt er ook gewoon nog één, joh. Kom ik daar dan ooit? Oh, dan moet je wel jumpen, zeker. Doe die eerst wel eventjes. Goed genoeg. Oh, dat is serieus hoe het moet, volgens mij. Of niet? Oh, je kan ook via deze muur in ieder geval. Denk ik. Nee, maar dat kan via die muur. Nee, dat doe ik allemaal. Dat zijn rare spawncombinaties. Stefan, deze muur accepteert. Oh, dat kan met een triple jump, denk ik. Blijf het doorzetten, Stefan. Ja, ik ben heel aandachtig aan het kijken, man. Verdomme, Mario. Ah, verdomme. Oh, waarom deed ik dat? Ga mijn handen even van die knop afhouden. Het gaat niet goed zo. Oh, hij pakt hem niet. Waarom doe je dat? Omdat het... Hoe moet ik anders komen dan? Ik weet niet wat jouw plan was, maar... het was in ieder geval niet het beste idee, in ieder geval, vriend. Sorry, man. Ik heb geen idee hoe ik daarna moet komen, Steven. Ik ben hopeloos. Oh ja, ik heb hem. Maar welkom, Mario. Mijn moeder staat naast me te zwaaien, alleen ik ben Mario 64 op mij, mooi. Wat, wie is er? Ja, wij kunnen naar de stad, mama. Wij kunnen 3:30. Toppie. Woo!
Wat vond je van die, Stefan? Oh, nu nu denken de kijkers dat mijn moeder en ik erg intiem zijn samen. En dat is goed, want dan ben ik een voorbeeldfunctie. Ga je nieuwe schoenen kopen? Nieuwe broek. Oh? Dus ik draag nooit korte broeken. En ik heb geen zin om mijn eentje korte broek te halen. Dus dan, Waarom moet je mama mee korte broeken kopen, man? Omdat ik te lui ben om het zelf te doen. Zij doet het niet voor me, dus moet ik mee. En ik moet sowieso in de stad, want dan kan ik snoepjes kopen. Dat is mijn duivelse plan. Dus eigenlijk ga je snoepjes kopen en toevallig ook een korte broek? Nou ja, ik ga mee een korte broek kopen, zodat ik snoepjes kan kopen. Dat is een duivelse plan. Oké, nee, dat is goed. Ik bedoel, hoe moet je anders je snoepjes kopen, Steven? Wat is jouw suggestie? Je pakt je fiets naar de Lidl en koopt daar snoepjes. We hebben hem! Ik wil nog maar één keertje proberen de normale route te doen, zeg maar, naar het kasteel te gaan. Gewoon even om te laten zien van, hé jongens, zo ken het ook. Maar we hebben sowieso 74 sterren, je hebt maar 70 nodig voor het uitspelen. Dus ik heb sowieso 4 extra opties gegeven van als je een sukkel bent, dan kun je het zo doen. Maar waarom was die mensen het allemaal niet kunnen? Ja, hè? Weet jij welke toads allemaal sterren geven? Want voor mij zit er op deze verdieping ook eentje die gewoon een ster geeft als je met hem praat, misschien. Ja, er zijn meerdere toads die dat misschien doen. Misschien deze. We kunnen het even proberen, weet je wel. Voor mij zijn er een stuk of 4, 5, naar 4 of 3. Is er sowieso eentje die ik mede. Zeker weet, maar die is niet hier. Ja, ik weet, die zit bij die, Hey, hier, deze geeft gewoon een ster, joh. Joh. En ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat de trap hieronder er ook een toad zit die een ster geeft. Maar dat gaan we even proberen. Dat was best random. Kom maar, even kijken of deze toad een ster heeft. Oh, ja. Ik kan nu niet meer laten zien dat die gang oneindig is. Of heb ik dat al een keer laten zien? Dat weet ik niet. Voor mij dus niet. Dus heb je al 5 sterren, 5 opties gegeven die mensen kunnen doen als ze. Ja, even kijken of hij deze toad ook nog een ster geeft. Ik zag hem al een paar keer staan. Dacht, misschien gaat hij een ster, maar ik was te lui om hem aan te spreken. Ik was verlegen. I was so shy. Ik ben een gay homo. Oh, hij geeft ook gewoon een ster. No, joh. Ik denk dat ik nog nooit zo snel 2 sterren achter elkaar heb gehaald in deze serie, Stefan. Rick zal ons een liedje zingen. Ja. Baby, you light up my world like nobody else. The way you make me oh farewell. I want to tell you how to tell. You don't know. Oh, oh. You don't know you're beautiful. Ta, ta, na, ta, na, ta, 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 ta. Dat is natuurlijk niet wel, sorry. Ik ken hem ook niet heel goed. Spijker zingt dit vaak omdat hij homo is. Oké. Dus mensen, vonden jullie dit mooi? Abonneer op mijn kanaal. Oh joh! En willen jullie de Steven en Rick in concert CD dat kan? Ik heb wel mijn eigen CD op iTunes, hè, de Serpent CD. Oh, oké. Er zitten een paar nummers op van de. Ja. Als dus mensen, als jullie dat willen hebben, je moet gewoon naar iTunes en dan bij de store of zo ergens Serpent CD intikken. Het is allemaal gratis troep. Ook het thrift shop staat erop. Nou ja, Kutshop eigenlijk natuurlijk. Kutshop. Maar we kunnen natuurlijk ook onze eigen CD uit gaan brengen, Rick. Ja. Stefan en Rick, homo's in concert. Ja, en ons eerste liedje wordt dan Gay is best oké. Okay. It's okay to be gay with the toys for the boys. Dat is een nummer, toch? Dat is toch een nummer? Dat ken ik wel. Ik weet niet hoe het nummer heet, maar het is It's okay to be gay with the toys for the boys. Zoiets. Ja. Wat je nou moet doen, de truc is, je moet net voor het vuur van het tapijt afspringen en daarna weer opspringen. Dat is gewoon het makkelijkste. Dat zei Kim Holland ook tegen mij. Die zei, Rick, ik heb Cup F. Zei ik, oké, ik ook. Oeh, ik zou niet meer moeten leven. Ik had echt dood moeten gaan daar, maar ik leef. Oké, kut. Waarom? Waar heb ik dit aan verdiend? Dat is toch een hele domme sprong. Ik bedoel, hoe moet ik nou zien of het goed is of niet? Het is altijd of ik spring te kort, vooral dat soort kleine dingetjes. Of dan spring ik weer te ver en dan glij ik door en dan val ik er vanaf. Het is nooit goed. Ja, dat is wel af en toe goed, anders kan ik er bijna geen enkele sterren halen. Maar... You get what I mean? Rick, je bent echt een noob. Dank je. Trouwens, ik heb de comments gelezen van de vorige video. Ja. En er zijn heel veel mensen van of ik ook in de finale mocht meedoen. Echt waar, Stefan? Ja. Echt. Ja, als je dat opnoemde, zeg maar, 5 minuten geleden. Nou ja, 20 minuten geleden. Nee! Kak! Ik kap ermee. Ik heb het helemaal gehad bij jou, Rainbow Road. Rainbow Ride. Rood. Ride.
Ik ga lekker Bowser pakken met één leven. Dus bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Geef het een like als je het leuk vond. Voor de volgende aflevering. Hopelijk leef ik dan nog. En ben ik niet dood gegaan aan allemaal aderen die spatten van de agressie. Best bijna aan mijn gezicht, daar zie ik mezelf sloeg. En bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Zonder Stefan. Doei. Fuck jou, doei. Stefan. Doei. Tot de volgende keer. Ik hoop dat ik zo weer wat met Rick mag doen. Stefan zien we nooit meer terug op mijn kanaal. Dus het is nu abonneren of nooit. Ja, of je gaat even. Kijk, dat kunnen we nu al bekendmaken, maar ik heb Rick geshadowd voor mijn Team Hardcore Survival serie. Dus abonneer op mij, dan kan je Rick zien. Hij betaalt goed voor Minecraft. In ieder geval. Ja, in ieder geval. Doei!